Hallo allemaal en ik ga geen lucht in een mondkapje. Nee, ik zal me even afzetten, anders denken jullie ook. Waar slaat dit op? Hè? En we doen het voor elkaar. Immers. Dus ik doe het absoluut niet voor mezelf. Zo. Nou, maakt niet uit, het is toch een kut ding. Hallo allemaal. En daar zijn we weer. Ja, moeten wij weten. Laten we snel beginnen. Want ik heb echt een hele belangrijke mededeling vandaag. Maar die doe ik aan het eind, zodat jullie blijven kijken. Want, ja, weet ik veel. Trouwens, vandaag, jullie denken, waar is de water nou? Dat is er niet. Ik heb vandaag een smoothie. En dat is appelsap met framboosjes. En dan moet je niet gaan denken van, goh, ik ga nou appelsap en framboosjes bij elkaar gooien. Nee, het is appelsap. Alles biologisch natuurlijk. Appelsap en dan bevroren framboosjes. Want bevroren fruit is op een of andere vage manier altijd zoeter. En ik denk, zo'n fles appelsap is 3 euro. En zo'n fles, zo'n zak framboosjes 5. Dus voor een eurotje of 8 heb je 4 tering lekkere smoothies. Moeten wij weten. Maar goed, ik drink dus, ja, je kan ook aardbei doen. Maar dan heb je een aardbei frambozen smoothie. Nee, dan heb je een appel frambozen. Nee, dan heb je een appel aardbei smoothie. En in principe kan je ook appelsap met appel doen. En dan heb je een soort appelsmoothie. In principe kan je alles van alles smoothie maken. Je kan ook je lul in een smoothieapparaat hangen en kijken wat er dan gebeurt. Maar wie dat dan wil opdrinken. Maar goed. Dat is weer een ander verhaal. En natuurlijk de nodige pindelrotjes. Want ja, ik ben een zoete kou. Dus als je me ooit een cadeautje wil geven, dan zou ik chocolaatjes halen. Lekkere chocolaatjes. Geen goedkope teringzooi, in ieder geval. Ik hou niet van goedkope teringzooi. Er moet wel ziel in zitten. En dat zit meestal niet in goedkope teringzooi. Maar goed. Anders is het geen goedkope teringzooi. Dan is het... Snap je? Laten we nou maar beginnen, het duurt allemaal veel te lang. Ik heb dus een hele belangrijke mededeling en die doe ik aan het eind. Had ik dat al gezegd? Lekker belangrijk. Het zijn niet zoveel vragen deze week. En aan de ene kant vind ik dat wel leuk. Aan de andere kant, ja, dan ga je toch een beetje aan jezelf twijfelen, weet je wel. Dan denk je, ben ik wel lekker bezig, dan doe ik het wel goed. Dit is helemaal ook geen reflectering ook. Nee, ik vind het hartstikke leuk. En daarom doe ik het. Moet ik weten. Kunnen jullie mij zo zien? Of is dit vervelend? Zo. Of zal ik een mondkapje opzetten anders? Ja, maakt toch geen... Zal ik hem afdoen? Of ik doe zo? Zal ik zo doen? Nee, hè? Ik doe gewoon lekker zo. Kan mij het schelen. Hey, hallo vakantie Vincent. En een hele fijne hallo. Dat is hartstikke aardig. Hoe heet je? Isa. Isa en Brit. Jullie ook een hele fijne hallo. Isa en Brit. Wij vroegen ons af of het normaal is om verkeersborden te jatten. Ja, dat ligt eraan of je bij de overheid werkt. Of je crimineel bent of niet. Of het dan normaal is om crimineel gedrag te vertonen. Nee joh. En wat is een sleutel 13? Ja, dat is een goede vraag. PS, je bent een profeet, wauw. Moët, jij weten. Ik denk dat ze champagne hebben gedronken. Moët. Moët, jij weten. Hele fijne hallo van Isa en Brit. Kusjes, knuffels, doei, hallo. Nou, prima. Dit is een prima afscheid. Dat zie ik graag. Of het normaal is om verkeersborden te jatten. Nou, dat ja. Weet ik veel. Weet je, doe je ding. En dat is jouw karma. Kan mij het schelen. Maar of het normaal is, ja. Wat is normaal? Wat 100 jaar geleden normaal was, is nu abnormaal. En andersom. En over 100 jaar, dan kijken we op deze tijd terug. En dan lachen we ons helemaal suf. Dan denk ik, wat zijn het voor kankermogolen met... Sorry Karin, dan ga ik weer. Hoe heet je ook weer? Miranda? Weet ik veel. Wat zijn het voor stel idioten, joh, met die gekke... Wat lopen ze nou bang te zijn met z'n allen? Voor de dood? Wat niet eens...
dood is niet eens dood. Maar goed. Nee, maar goed, dus ja, dus wat is normaal en wat is niet normaal? Wat jij normaal vindt, vind ik weer niet normaal. En ja, de waarheid ligt in het midden. Ja, in welk midden dan? Jouw midden, mijn midden, weet ik veel. Normaal, man. Wat is de sleutel 13? Ja, dat moet je echt niet aan mij vragen, man. Ik heb echt twee linkerhanden. Nee, ik zou het allemaal wel kunnen, maar het boeit me allemaal geen tering, weet je. Gelukkig heb ik een schoonvader die het heel erg leuk vindt om te klussen. Dus daar ben ik echt een gezegend mens mee. En ja, sleutel 13, ik weet het, denk ik wel. Mijn vrienden die hadden vroeger allemaal brommers en zo, weet je wel. En die gingen dan sleutelen aan een brommer en dan sleuteltje 13. Ik weet wat dat is. Ik weet wat dat is. Dat is sleutel nummer 13. Of de 13e sleutel aan de bos kan ook. Of dat je dan dat iemand aan je vraagt: hé, wat is dat? En dan zeg je: ja, dat is sleutel 13, man. Dat kan ook. Weet ik veel. Hé, goede vraag, man. Van Vincent Bosma. Nou, beste vakantie, Vincent. Ik heet ook Vincent. En ik heb ook vakantie. Wil jij weten? Mijn vraag voor vandaag. Hoeveel geld verdien jij nou eigenlijk met jouw YouTube-kanaal? Hallo. Nou Vincent, ik verdien geen ene kuttyfus met mijn YouTube-kanaal. Want daar heb ik niet genoeg abonnees voor. En daarbij, ik wil niks verdienen met mijn YouTube-kanaal. Want dan krijg je advertenties erbij. En weet ik veel, moet je filmpjes gaan maken om het filmpjes te maken. En ik maak filmpjes omdat ik ze leuk vind. Omdat ik het leuk vind om te maken. En als ik geen zin heb om filmpjes te maken, dan ga ik geen filmpjes maken. Weet je, ik verdien genoeg geld met mijn ding die ik doe. En daar ben ik een gezegend mens mee bij. Ik ben een gezegend mens. Ik ben een gezegend mens. En ik verdien dus geen tering met YouTube. Ja, want ik maak filmpjes omdat ik ze leuk vind. En ja, ik weet het niet, man. Misschien ben ik wel met een website bezig. En misschien kunnen jullie dan daarop gaan abonneren. En dan voor een klein bedrag. Wat wel zo is natuurlijk nu. Nu verdient YouTube geld aan mij. En dat vind ik eigenlijk kut. Verdient een of ander kutbedrijf geld aan mij. Een megalomaan kutbedrijf wat gecollaboreerd is met de enemy. Met de enemy. Maar goed, ik heb wel heel veel aan YouTube te danken, dus ja. Het is een beetje een dubbel gevoel heb ik erbij. Een ambivalent gevoel. Ken je dat? Het kan ook zijn omdat ik natuurlijk een soort bipolaire stoornis heb, maar het was nog nooit gediagnosticeerd. Dus ja, dat weet niemand. En het maakt ook niet heel wijs veel uit ofzo. Maar misschien ben ik wel met een website bezig. Misschien zouden jullie daar dan op kunnen abonneren. Voor een habbekrats. Per jaar. En dan kan ik mijn shit ongecensureerd ten tonele brengen. En dan kunnen jullie lekker genieten van al mijn shit die ik daar dan drop. Dat zou wel leuk zijn, hè? En dan kan ik mijn... dan kan ik met dat geld kan ik ooit de events die ik van plan ben gaan bekostigen. De ceremonies, de shows, weet ik veel wat allemaal. Als de bullshit parade voorbij is. Maar goed, dat deed hij wel al. Dat gekke mondkapje, dat zit mij maar in de weg, joh. Dat ligt hier op de grond. En ik denk, wat is dit nou, joh? Wat is dit voor iets achterlijks? Zal ik hem gewoon weer eens opdoen? Doen we gewoon een vraag met een mondkapje op. Weet je, is voor iedereen wat wils. Kijk, zo ben ik dan ook wel weer. Ik heb nooit een mondkapje op. En voor jullie doe ik een mondkapje op. Je zou maar in je bek hoesten, weet je? Zie je? Nu hebben jullie geen last. Maar ik wel, ik krijg geen lucht. Dat is ook niet goed voor mijn longen. Ach. Dus geen tering is het antwoord. Hey Nura, Nura, daar heb je Nura met de lange vragen. Huh. Nura, het begint bijna een relatie te worden, Nura. Daar heb ik dus absoluut geen zin in. Nee, aan uw majesteit, maar dat vind ik dan wel weer toppie. Nee hoor, je hoeft mij geen majesteit te noemen, schat. Doe even normaal. Ik ben gewoon Vincent. Vincent. Vincent, weet ik veel. Aan uw majesteit vakantie, Vincent. In de vorige video vroeg u zich af of we heel Beirut hebben gevraagd of ze willen vertellen dat we in Lochem zaten. Dit was inderdaad het geval. We hebben elke inwoner geïnterviewd. Nou, Nora, dan ben jij tegen lang bezig geweest.
grote vriend? Vriendin? Nee, ja. Wij hadden nog een vraagje. Wij zagen recent een filmpje op uw kanaal waarin er iets was met een aardbei en een grond of zoiets. Dit vonden wij een beetje vaag. Wat was er nou precies met die aardbei en wat lag er nou precies op de grond? En wat lag er nou precies onder de aardbei? Wij vonden dat u dit heel matig heeft uitgelegd. De volgende keer moet u wat duidelijker zijn. Piep, lul. Hey, nu heb ik rekening met je gehouden. Hè? Hoe heet je ook alweer? Karin? Miranda? Esmeralda? Ik ben je naam kwijt. Je gaf in ieder geval les aan groep 6. Dat weet ik wel. De volgende keer moet u wat duidelijker zijn. Piep, lul. Zo lossen wij dat op. Kosten nog moeite gespaard hier in Headquarters of Vindustries, moet jij weten, producties. En wat een mooie ruimte is het geworden, jongens. Moet je eens even kijken. Moet je eens even lekker kijken. Wil je even kijken hier? My oh my oh my. Hop. Oh. Hop. Hupsikie day. Hop. En daar zo. Moet je daar ook even kijken? Ga maar even kijken hoor. Ja hoor. Dat mag allemaal. Prima toch? En daar wat boeken. Nou, helemaal leuk. Helemaal leuk. Hier ligt mijn fluitje. Oh, ik krijg de vet pleuris. Ik zakte bijna door mijn hoeven. Moet ik weten. Een fluitje, een fluitje. Nou, leuk man. Nu leg ik even hier netjes nog helemaal een lekker liggen fluitje. Een lekker liggen fluitje. Ja. Hey, ik moet wat duidelijker zijn. Nou, prima. Oh ja, er lag een aardbei op de grond. Er lag een aardbei. Ik weet niet of die er nog steeds lag. Dat lijkt me heel erg sterk 2 jaar geleden. Dan. Maar de ziel van de aardbei, die is er nog steeds. De aardbei. Hey, verder mocht ik wel faken, want ik ben negatief getest. Dat moet ik weten. Ja, dat moet jij zeker weten als je mee wilt doen aan die tering onzin. Maar goed, ander onderwerp. Kan een intersex persoon zichzelf bevruchten? Nee, weet ik veel. Met die vraag zit ik al een tijdje. En aangezien u een wijze man bent, weet u wel vast het antwoord. Ik weet het niet, man. In principe is alles mogelijk. In elke... Alles wat ooit zal zijn en is en al is geweest, is in een of andere dimensie aanwezig. Dus. En weet je wat ik heb meegemaakt in mijn fucking leven en met de medicijnen? Poeh. Dus alles is mogelijk, man. Dus ik zou zeggen, ja. Ten slotte wil ik u mededelen dat u een geheime bitse heeft. Joh, laat er lekker een kaartje kopen en achter in de rij aansluiten. Doe even normaal, man. En waarom geheim? Vertel het gewoon aan me, daar kan ik wat mee. Dit is haar, ze heet Ineke van Mook. Hoe? Ze heeft mij gevraagd u te vragen wat u van haar vindt en of het wat kan worden tussen jullie. Ik heb zomaar het idee dat jullie haar een beetje in de zaak willen nemen. Dus... Ik ga er niet aan meewerken, Nera. Het spijt me. Maar nee, het gaat nooit worden. Ik voel geen vibe. Ik voel hem niet, man. Nee, met vriendelijk hallo. Nora Rienhoed. 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 Verstuurd vanaf mijn moeders telefoon. Moet zij weten. Ja, jij ook. En wij ook. Iedereen moet het weten. Heel fucking Nederland moet het weten. Moeten wij weten. Hallo Vincent. Beste Vincent. Ik had laatst een van Siep. Hallo Siep. Ik had laatst een hele erge déjà vu waar ik van wakker lag. Ja, oké. Okay. Ik kon alles aanwijzen wat er ging gebeuren, wat ik erg akelig vond. Heb je misschien een verklaring hoe zoiets kan?
En wat is jouw grootste deze video eten meegemaakt? Ja, sowieso lucide dromen. Verdiep je daar eens in. En wie zegt dat we nu niet aan het dromen zijn? En dat als we slapen, dat we niet wakker zijn? Of dat het leven één grote droom is? En dat als we doodgaan, dat we dan pas echt wakker worden? Of misschien gaan we hier op aarde wel met z'n allen wakker worden. En gaan we dan een tering mooi festijn van maken hier? Een soort paradijs op aarde? Zou dat eraan zitten te komen? Nou, volgens deze rakkers wel. De Maya's. De Egyptenaren, de Hopi's, de Inca's, de Bhagavad Gita. Eigenlijk alle geloven voorspellen deze tijd. Maar goed, daar heb ik al vaak genoeg over geluld. Moet ik weten. Verklaring. Nou ja, alles is alles. En alles wat is geweest, dat is er nog steeds. En alles wat ooit zal zijn, dat is er ook al. Dus alles is er al. En alles is al geweest. En dan heb je meerdere dimensies. Waarin ook weer meerdere lagen zitten. En dus ja, alles is mogelijk, man. Dus een verklaring hoe dit kan. Nou, die verklaring heb ik niet. Oh, of gaf ik net al een verklaring? Dit is echt een tering lekkere smoothie. Framboosappel zou ik eens moeten proberen. Ik moet reclame gaan maken. Misschien verdien ik er dan nog wat mee hier op dat geile YouTube. Zal ik reclamemaker worden voor frambozen? Dan word ik de hinbeerden, man. Hinbeer. Vakantie hinbeer. Of de frambozenman. En dan word ik uitbetaald in frambozen. Ik vind het goed. Nee, dus alles is alles. En alles wat is alles geweest. Dat, en wat ooit zal zijn, dat is er al. Dat is er nog steeds. Dus daarom kan dat. Het grootste déjà vu, toen liep ik in Parijs. En toen dacht ik van, goh, hier ben ik al eens geweest. Maar toen was ik helemaal nooit geweest. Maar ja, misschien in mijn vorige levens dat ik er toch ben geweest. Je weet het niet. Althans, op dat moment is ik het niet. Frambozen zijn lekker. Hallo. Goh, we vliegen er doorheen. Vind ik toppie. Aldrik. Radio Bad Eend adopteren. Beste vakantie Vincent, allereerst een hele fijne hallo gewenst. Ja, ook een hele fijne hallo. Aldrik. Ik hoop dat onze topper Vincent een zeer prettige dag ervaart. Ik had een goede dag. Ja hoor, prima. Oh, kut. Ga ik weer omhoog. Naar beneden. Ja. Ik heb vele video's gezien van u en Shaki. En ik moet zeggen dat ik Shaki echt heel leuk vind. Ja, dat kan. Daarom ben ik erover nagedacht om zelf een Radio Bad Eend te adopteren. Moet ik weten. Echter heb ik wel een aantal vragen over de verzorging van een Radio Bad Eend. Dat snap ik. Want een Radio Bad Eend adopteren, dat doe je niet zomaar. Een Radio Bad Eend. Ja, dat verdient zorg en aandacht. Hè? Radio Bad Eendje van. Jij verdient zorgen en aandacht. Ja. Hoe vaak moet een radiobad eend uitgelaten worden? Nou, als je het goed doet. Ik heb net al één keer uitgelaten. Zo'n kleine 4 à 25 keer per dag. Het kan een onderscheid meer of minder zijn. Maar een radiobad eend die heeft een hele hoop beweging nodig. Want daar is een radiobad eend voor. Snap je? Kunnen ze goed overweg met andere dieren? Ik heb 2 katten en 2 honden, waarvan 1 met autisme. Oei. En welke heeft dan autisme? De kat of de hond? Want dat is wel belangrijk voor het adopteren van de radiobad. Als de hond is, zou ik het niet doen. De kat zou eventueel kunnen. Maar dan zou ik het in principe ook nog even overleggen met je huisarts. Zeg van, joh, ik heb autisme en ik wil een radiobad adopteren. Hoe sta jij er tegenover? Wil je meedelen in de kosten? Of zeg van, nou, weet je wat, ik pleur gewoon een vaccin in je neus. En dan heb ik ook weer mijn werk gedaan voor de duivel. Hallo. Nee, ik zou er niet meer over. Ik ga niet meer meedoen aan die bullshit praten. Sorry dat ik er weer over begon. Maar ja, huisartsen, honden.
Goh. En het enige wat je hoeft te doen is nee zeggen trouwens. Nee, ik doe niet mee aan die tering onzin van je. En ik leef Gandhi-stijl. Be the change you wish to see in the world. En dat komt allemaal goed. Kunnen ze goed overweg met andere dieren? Dat ligt er een beetje aan. Hoe goed jij die andere dieren ook onder de duim hebt, weet je wel. En wat voor radiobadeend jij in huis hebt. Heb je hem gedweeën? Dan zou ik zeggen ja. Maar heb je er eentje die zware bels is en de kantje ervan afloopt? Ja, dan valt het nog te bezien. Dus ja, je kan alle kanten op met die vraag. En wat eet een radiobadeend? Batterijen. Fijne hallo gewenst en een hele fijne hallo nog. Met vriendelijke hallo, Aldrik. De laatste vraag. Top! Van Lucas Platje. Hey, Lucas. Jij komt hier vaker. Jij weet het. Een hele vriendelijke hallo, Vincent. Als u uw leven opnieuw zou moeten beginnen, zou u dan hetzelfde leven leiden als u nu doet? Wat zou u dan veranderen? Motiveer uw antwoord. Hoezo motiveer uw antwoord? What the fuck, man? Alsof ik dat niet doe of zo. Met een hele vriendelijke, lieve, hartverwarmende en dankbare groet van mij. Hallo. Als ik mijn leven opnieuw zou moeten beginnen. Nou, het liefst ga ik in een staat van verlichting. Verlaat ik dit leven, want dan hoef ik niet terug te komen. Maar goed, dus als ik dan, stel dat ik dit leven opnieuw, dan zou ik het precies hetzelfde doen. Want ik heb mijn lessen te leren die ik nu aan het leren ben. Daarvoor zijn we hier ook. Evolutie, je kan wel je hele leven als een soort half tamme hier gaan consumeren als een mogoltje. En dan doodgaan als een mogoltje, maar dan kom je gewoon weer terug als een mogoltje. En waarschijnlijk de kans dat je dan verlichting bereikt en ook teruggaat naar de bron. Dan doe je dan wel fucking 1000 levens over. Dus ja, pff, niet dat ik zo lekker bezig ben of ben geweest, maar ik probeer in ieder geval elke dag wat te leren. Evolutie heet dat, weet je wel. Doen planten en dieren ook evolueren. En ik heb een tijdje gedacht dat wij aan het devolueren waren. Waar in principe ook wel een kern van waarheid in zit. Maar goed. Als je het goed doet, kan je gewoon elke dag evolueren en klimmen op de spirituele ladder. Zodat je misschien ooit een staat bereikt waarin je dan in het volgende leven terugkomt. En dat je dan een stapje dichter bij de bron weer bent waar we eigenlijk allemaal vandaan komen en waar we allemaal graag zijn. Want laten we wel wezen, het is niet altijd even makkelijk hier op aarde. Het is hartstikke leuk. En het is één groot feest. En het is een wonderlijke reis. Maar genoeg is genoeg. Wat zou u veranderen? Ik zou niks veranderen, man. Weet je. Ik heb mijn leven geleid. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel shit uitgehaald. En dat karma heb ik opgebouwd. En daardoor ben ik wel de man geworden die ik nu ben. Ik heb de fouten gemaakt die ik gemaakt heb. En als ik die niet had gemaakt, was ik misschien ook een half mogol geweest. Je weet het niet. Dus nee, ik ben dankbaar voor elke stap die ik heb gezet, man. Ja, hallo. En een hele fijne hallo. Hey jongens, dit was hem. Prima toch? En dat brengt mij ook bij die hele belangrijke mededeling. Ik heb nog geen eens een pinnenrotsje gegeven. En bij zo'n belangrijke mededeling hoort natuurlijk een pinnenrotsje. Want, dat is wel een heel groot pinnenrotsje, moet je kijken. Nou, kost het nog een halve meter. Halve meter pinnenrots. Maar. Ik zal de computer alvast even uitzetten. Nee. Ik ga voortaan niet meer elke week vraagvakantie Vincent doen. Tenzij jullie echt tering veel leuke vragen of mij afbombarderen. Maar ik ga gewoon even kijken. Ik ga gewoon even voelen. Ik ga nu even op 1 keer in de 2 weken houden. Maar, nou, kut man. Ik voel de teleurstelling. Maar, ik ga wel weer mijn
andere serie, De Medicijnman, oppikken. Daar heb ik nu 5 van gemaakt en die heb ik een beetje in de vergetenheid doen geraken. Maar ook daar kunnen jullie vragen, kunnen jullie vragen over stellen. Over psychedelica en plantmedicijnen. Weet je wel, dat mis ik een beetje in deze serie. En dat geef ik nu. Jullie snappen er ook geen tering van. Nee, maar dat is niet waar. Anders kijken jullie niet naar mij. Dus ik ga de ene week dan De Medicijnman doen. En de andere week Vraag Vakantie Vincent. En misschien, als mijn plannetje slaagt, dan ga ik op mijn kanaal waar jullie dan op kunnen abonneren ofzo. Ik weet nog niet hoe dat vormgegeven, maar op mijn website, wat zou je zeggen, ga ik dan 3 vaste items doen. Ik zat te denken aan een vraagvakantie, Vincent. Elke week, dan ga ik het wel elke week doen, want ja, dan ben ik jullie iets verschuldigd. En dan maken we er gewoon een groot teringfeest van. Dan doe ik 1 keer per week De Medicijnman. 1 keer per week Vraag Vakantie Vincent. En 1 keer per week Filosof Vincent. Filosoferen met Vincent. Zoiets. En daartussendoor dan gewoon, oh ja, andere gekke content. Ik kreeg een vraag via de Insta. Van Jovin. Waarom maak je nog steeds van die gekke filmpjes? Want ik volg je nu al heel erg lang. En mijn mening over jou is heel erg veranderd. Want je spreekt. Je vertelt af en toe best wel interessante shit. Dit waren niet precies zijn woorden, maar daar komt het ongeveer op neer. Waarom ga je niet daar mee verder? Nou, omdat ik alles ben. Ik ben niet alleen serieus. Ik ben ook gewoon een halfmogol. En ik vind het heerlijk om een halfmogol te zijn. Want mensen aan het lachen maken, dat vind ik leuk. En lachen is een van de hoogste vormen van liefde. En als ik mensen aan het lachen kan maken, dan is mijn dag weer goed. Nou, moet ik wel doen. Nou. Het is mooi geweest. Ik moet. Nee. Het is niet eens meer waard om daar grapjes over te maken. Het maakt zichzelf wel belachelijk. Nou. Het enige wat ik kan zeggen, jongens, een hele fijne. Oh nee. Blijf je vragen gewoon sturen. Naar jemoeder43@hotmail.com. En ja, ik denk dat we wel klaar zijn. Een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Hallo.